Zoals beloofd zouden we erop terugkomen Diablo 4 toen we de eerste review deden. Dat was een paar dagen nadat we de game konden beginnen te spelen. En die game is fucking huge. Dus we hebben een groot deel kunnen verkennen, maar niet alles. We zijn nu een stuk verder. We hebben er ook even Skate bij gezet. Ook weer misschien een iets andere blik dan bijvoorbeeld Steven, die echt een purist pur sang is. Jij hebt wel in het verleden Diablo gespeeld, maar je was alweer een tijdje een beetje eruit, toch? Nou, ik heb 3 gespeeld. Ja. En die vond ik vermakelijk. Oké. En ja, ik ben toch de afgelopen weken wat dieper in 4 gedoken. Mm-hmm. En ik ben nog lang niet klaar. Want er is nog zoveel de content na het doorlopen van de 6 acts in mm-hmm. de story. Ja. Het is alleen de vraag van, ja, blijft dat leuk en interessant genoeg? En voor de een is dat wel het geval, voor de ander niet. Maar daar gaan we het nogal over hebben hier in deze premium review. Ja, even heel simpel gesteld. Koos, welk ras heb jij? Ras? Mens gewoon? Ja, nee, Karen, wat is het? De klasse, sorry. Class, ja. Class, Barbarian. Sorry. Barbarian, ja. Dit is voor mij mijn allereerste Diablo. Dit is gewoon my first Diablo. Ik heb het nog nooit gespeeld. In een heel ver verleden een keertje op een Twilight CD Diablo 2 volgens mij gecheckt. Okay. Maar dat duurde ook, daar was ik veel te jong voor op dat moment. Ja. En Diablo 3 sprak me altijd wel aan, gewoon hoe het eruit zag. En dat iedereen er zo vol lof over was natuurlijk. Maar ja, op een gegeven moment was ik zo ver al, weet je, binnen een jaar kwam Diablo 4 of 2 jaar of wat. Mm-hmm. Had ik zoiets van, nou, dan wacht ik wel daarop, want Diablo 3 was natuurlijk al een oudje. Ja. Dus nee, dit waren mijn eerste voetstapjes en het bevalt me wel, moet ik zeggen. Ja, jij had natuurlijk het luxe probleem dat ook Final Fantasy 16 een beetje in deze tijd uitkwam. Je moest kiezen en dan heb ik en jou Tears of the Kingdom. Ja, daarvoor ook nog, potverdorie. Dus dat maakt het wel moeilijk, maar ik heb jou ook inderdaad off- en on-stream regelmatig Diablo 4 zien spelen, ook op de RG Alley, ja. Die helaas weer terug moest. Ally. Wel heel erg fijn, hè, om die game op handheld te spelen. Ja, deze game is daarvoor gemaakt. Weet je, dit is een grind game. Dit is een game waarbij je lekker dungeons gaat crawlen en shit gaat verzamelen en een vette dungeon bazen gaat klappen. En dat is ideaal om onderweg ook te doen. Want natuurlijk, je wil de grote spektakel, de endgame content, die wil je misschien op een heel groot scherm beleven en met vrienden, noem het maar op. Maar gewoon op de day blijven, door de acts heen lopen en je character grinden. Ja, voor mij is het perfect om dat in de trein te spelen. Ik heb het zowel op de ROG Ally gedaan inderdaad, als op de Steam Deck. Wat dat ook kan. Alleen dan moet je het even met een omweggetje installeren. Maar dat lukt wel. Ja. Wat was jouw... Een rogue? Stick and move, zeg maar. Is wat sneller, hè? Bow and arrow inderdaad. Flashy. Kan jezelf af en toe, afhankelijk van de abilities die je gebruikt. Ja. Ik kan mezelf transporteren achter een vijand. En dan doe ik extra veel damage from the back en dergelijke. Ja. Maar dit is overigens Kate's character die hier zit. Ja. Dus ja, als je de rogue ziet, dan ben ik aan het werk inderdaad. Ja. Maar ik hou ervan. Mijn eerste characters in games zijn bijna altijd snelle, wendbare characters. High dexterity, high agility. En zo ook in Diablo 4. Dus de keuze was voor mij vrij makkelijk, hoor. Okay. Ik ben niet zo van strength builds, als het ware. Ja, goed. Ja, iedereen weet het wel. Ik ben ook voor een barbarian gegaan. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik er inmiddels een klein beetje spijt van heb. Want inderdaad, tijdens de game kun je, zeker als je in de open wereld rondloopt, kom je ook andere characters bezig. Heel soms bij bepaalde instances. Of als je dan komt er zo'n gele cirkel op de map. Hè? En als je daarheen gaat, soms gaat iemand je helpen. En dan zie ik soms ook een sorcerer of een necromancer. En ik vind die barbarian vet. Maar ik vind de effecten die bijvoorbeeld een sorcerer kan maken met alles erop en eraan, vind ik wel echt super tof. En ik heb het idee dat de barbarian wel de moeilijkste klasse is, omdat je gewoon wat lomper bent. Zeker bij die eindbazen vind ik wel echt poeh. Dat heb ik niet gehoord. Mijn gevoel, hoor. Ik heb nergens gelezen dat de barbarian de moeilijkste klasse is. Ik als barbarian, mijn gevoel zegt ook, dat is
verreweg de moeilijkste. Ja. Nou, bij sommige eindbazen heb ik echt last. En bij één of twee heb ik op een gegeven moment ook terug naar het hoofddorp gegaan om daar mijn tier op één te zetten. En dan is het wat makkelijker. Ook omdat ik wel progressie wilde maken. Ja, dan moet je niet naar tier 1 gaan, want dan is de loot die je krijgt veel minder. Nee, nou ja, dat is dan het risico. Maar ja, anders blijf ik de hele tijd vastzitten. En ik wilde wel ook gewoon gedwongen door de tempo te maken om verder te komen. Want je kunt ongeveer rond level 45, 50 kun je wel bij de eindact uitkomen. Dan heb je zeker niet alles van de map gezien en gespeeld, maar wel het grootste gedeelte. Dus, weet je, wat je eigenlijk zou moeten doen en wat jij natuurlijk niet doet, want jij bent echt die pure solo player. Kijk, ik heb de Indomination Clan in het leven geroepen, ja, die inmiddels uit zo'n 90 man bestaat. 90 man? Ja, kijk, en ik merkte ook dat bepaalde bazen... Allemaal Indo's? Of je bent open voor iedereen? Nee, je bent vooral een Indomie-genieter, zeg maar. Ah, op die manier. Maar wat ik gewoon merkte is... Ik loop bij een aantal bazen tegen de muur aan. Ja. Daar ben ik niet tegen bestand. Ongeacht wat voor abilities ik gebruik en dergelijke. Die zijn me te machtig. Vooral wanneer ze in grote groepen komen. Ja. Eén grote guy die mag ontzettend veel minions blijven spawnen ook, weet je wel. En vervolgens haal ik er een clan member bij die zo'n 15, 20 levels hoger is dan ik. Mm-hmm. En het is pap, pap, pap. En het is binnen een minuut is het voorbij. En dat ik dacht van dat er iets rechtgetrokken wordt wellicht of zo qua skill level. Maar niets is minder waar. Als jij een hoger level medespeler aan jouw zijde krijgt, ja, dan wordt elke battle echt zoveel makkelijker. Dus als jij van een uitdaging houdt, zou ik in ieder geval niet te veel high-level co-op spelers aan je zijde nemen. Nee, want in principe, het level volgt daar waar je bent. Ja. Dat is dan parallel of evenwijdig aan jouw level. Dus inderdaad, in principe is de eindbaas gemaakt voor jouw level. Maar ga hem co-oppen met iemand anders erbij. Ja, dan wordt het wat makkelijker. Het is voornamelijk inderdaad, zo'n eindbaas alleen valt dan nog wel te doen. Het is inderdaad die kleine ruimte met heel veel wat er allemaal gebeurt. Want bij al die eindbazen die gooien er ook nog wat andere wezens in. En het feit, het is natuurlijk gewoon geen From Software. Poison pools of blood pools. Ja, en het bewegen is gewoon net even wat lastiger. Waardoor je inderdaad gewoon af en toe wel eens doodgaat. En dan raak je weer 10% van je stats kwijt. Dus heel vaak ook, ik probeer het altijd 2-3 keer. Lukt het me niet, ga ik toch weer terug naar het dorpje. Even mijn shit healen en dan weer terug. Gelukkig kun je dan inderdaad zo'n aparte, hoe heet het nou, zo'n Een portal neerzetten, want anders was het wel heel erg kut geweest. Hoe ervaar jij dat, Koos? Wat ik precies ervaar? Ja, vind je het moeilijk? Nou, ik ben begonnen met de World Tier 1. Want wanneer je de game opstart en vraagt hij van... Hey, wat voor type speler ben je? Heb je nog nooit eerder Diablo gedaan? Ga dan World Tier 1 spelen. Dat heb ik op een gegeven moment natuurlijk gedaan. Het begon bij de eerste act. En volgens mij bij de tweede ben ik op een gegeven moment wel overgestapt. Want het was een goede introductie om met de game te leren. Maar je merkt al gelijk wel snel bij World Tier 1... wanneer je bij het einde van een dungeon bent gekomen... of een boss battle of iets komt... dat je niet zo heel erg aan de mechanics hoeft te houden... omdat het redelijk blind rammen is. En wanneer je dan op een gegeven moment... naar een iets hoger world tier gaat... dan komt echt die uitdaging erin. En dan merk je ook van... oké, je kan niet blind op die knop gaan rammen. Je moet echt goed via de skill tree... die zeer uitgebreid is. En ook voor een nieuwkomer moet ik wel zeggen... best wel intimiderend is. Want het is een iets andere skill tree... dan in andere games zit. Waardoor je op het begin een beetje zoekende bent. Ja. Maar op een gegeven moment wanneer je de juiste loot hebt gevonden en de juiste synergie tussen de 6 aanvallen die je kan kiezen, althans de 6 abilities die je kan kiezen, ja, dan begint die game echt heel vet te worden, naar mijn mening. Ja, maar dat is ook het moment dat die ook zelfs voor mij een beetje, en ik ken mijn weg wel around skill trees en dergelijke, maar dan wordt het bij mij af en toe wel een beetje overwhelming in de zin van... aspects die een rol gaan spelen. De roles, weet je. Je kent het natuurlijk wel van al die andere action RPG's en dergelijke, maar wanneer is iets een god role? Hoe sluit die ene special van de legendary armor of weapon die je hebt vergaard, hoe sluit die het beste aan bij jouw skill tree en je abilities? Ja, hoe laat je dat allemaal op een goede manier samenkomen en hoe haal je het maximale uit jouw build? Hit en miss?
Wat ik wel mooi vind om te zien is dat die community die ontstaan is in de afgelopen weken. Er zijn al, weet je, dat is typisch. Dan zie je op YouTube de beste beeld dit. En je hebt zelfs hele apps die unieke of die de beste beelds voor jou fabriceren, weet je wel. Het gaat ontzettend diep wat dat betreft. Ja. En nou, voor sommige mensen, of voor aardig wat mensen, is dat wel iets te diep. Die willen gewoon lekker een beetje rachen. En deze ability past wel bij me. Maar dat kan toch in tier 1? Ja, in tier 1 inderdaad. Ja. Maar een beetje Diablo spelen. Hey, die duikt erin en die gaat voor tier 2, tier 3 om betere loot te krijgen. Ja, maar ik vind het niet te straffend hoor. Want inderdaad, het is misschien behoorlijk intimiderend. Maar je kan echt heel veel verschillende kanten op. Ja. En inderdaad, wat jij zegt... Ik denk dat die trial and error, dat werkt op zich wel. Ja, waarbij het wel zo is dat als jij doodgaat, dat er 10% van jouw van je strength en der, dat die. Ja, maar dan ga je terug naar het dorp. Ja, en dan moet je wel weer lappen, weet je wel. En dat wordt wel steeds duurder. Ja, maar wat ik wil zeggen van... Je vindt gaandeweg wel jouw manier om te spelen. Ik heb dit keer ook geen enkele beeld opgezocht... wat ik in andere games wel doe. En omdat je redelijk makkelijk kan respecken voor... Tuurlijk, je moet daar gold voor betalen. Maar je kan op ieder moment volledig respecken al je ability points. En het is altijd wel een beetje op een moment... Je krijgt aardig wat goud ten opzichte van wat je dan moet betalen. Ik pak gewoon alles op totdat het vol zit. Dan ga ik terug naar mijn dorp en dan cash ik het allemaal, weet je. Ik mark het allemaal als scrap, weet je wel. En dan dat is voor mij... Cash jij het of salvage je het? Nee, ik cash het. Ja, je moet wel salvage om... Waarom moet je salvage? Ja, dan krijg je grondstoffen als het ware, of elementen voor terug... Ja. Die jij kunt gebruiken om jouw wapens en armor te versterken, bijvoorbeeld. Ja, oké. Nou goed, maar dat doe ik in principe dan weer door geld te betalen bij de smid. Dus ik betaal er gewoon voor. In principe kun je het beide kanten wel opdoen... maar dan moet je die grondstoffen moet je wel hebben. Dat geef ik toe. Want ik zie de hele tijd het beeld van Skate. Niet ook beeld van jou? Als het goed is, ik heb gewoon allemaal beeld opgenomen. Omdat ik zie wel echt een enorm verschil tussen hoe jij gevechten aan kunt gaan en ik. Het is bij jou... Ik moet niet te lang in de buurt zijn van tegenstanders, want dan loop ik heel veel damage op. Want anders kom je met een barbarian nergens. En ik merkte wel van, inderdaad, de strategie van hoe ga je jouw 6 abilities indelen... Uiteindelijk heb ik nu pas sinds ik level... Ik ben nu level 45 of zo, weet je wel. Heb ik pas echt heb ik abilities die op elkaar aansluiten en die lekker aanvoelen. Want in het begin had ik alles wat bijvoorbeeld heel krachtig was. Maar dat zuipt dan gewoon als het ware de... Ja, bij jou is het een paars. Bij ons, bij Koos en mij is het dan oranje. Ja. Dat zuipt het op, waardoor ik in één keer 3 abilities weer niet kon gebruiken. Soms moet je ook minimaal 1 ability hebben waar je wat kleinere, snelle slaagjes mee kunt doen. Ondanks dat het weinig damage geeft, zodat je in ieder geval wat kunt doen. En er zit heel veel in. En ik heb ook het idee dat sommige van die abilities heb je eigenlijk helemaal niks aan. Maar wie weet, als je wat meer defensive bent, en ik ben gewoon aanvallende speler, loont dat wat meer. Dus het is wel... Ik zie weinig mensen die exact dezelfde builds hebben. Dat vind ik wel het leuke en het knappe ook aan deze game. Ja, als je er dieper in duikt, dan weet je op een gegeven moment wel... hoe je je character met al die abilities en dergelijke moet min-maxen. En zeker ook als je een beetje online gaat kijken. Je hoeft niet één op één... Weet je, de builds waarmee je Lilith kan one-shotten aan het einde. Kijk... Tuurlijk, het is mooi als je dat kan. Mm-hmm. Maar er moet wel een beetje een uitdaging in zitten. Maar je kunt ze wel gebruiken als leidraad, zeg maar. Weet je wel? Maar ik heb er niet naar gekeken. En ik heb gewoon dit vind ik het tofst. Dit vind ik de leukste ability. Passive en active. Hoe is de cooldown? Oké, die is redelijk. Maar door bijvoorbeeld je armor en wapens te verbeteren... kun je bepaalde dingen ook terugbrengen. De tijd. En je kunt ze sterker maken, et cetera, et cetera. Mm-hmm. En dan pas je vervolgens ook weer op je legendary spullen... pas je die speciale abilities van de armor en wapens... pas je dan aan. Dat kan ook nog versterkt worden met gems. Inderdaad. Nou, dan kan ik ook eens even zien hoe de barbarie te werk gaat. Een week geleden ongeveer, want ik wilde ook weer niet te veel spoilen naar het end toe. Jij speelt op PC? En jij ik speel op Xbox? PC, ja. Ik op Xbox, Ja. Want het ziet er ineens anders uit. Het ziet er inderdaad wat flatser uit. Maar je ziet, ik moet de hele tijd op afstand blijven. En tik geven weglopen. Nou, tik geven weglopen. Jij zou dat toch niet hoeven doen als barbarian zijn? Nou ja, wel, want ze komen van alle kanten. Dat is een beetje het probleem. En dan moet je best wel vrij snel gaan. Maar het kan ook gewoon zijn dat ik mijn hele character niet perfect heb gedaan. Zoals misschien anderen doen. Maar dat is het gewoon het leuke van iedereen. Ik kom er wel mee weg. En dat
vind ik het toffe eraan. Maar kijk jij naar die special abilities en dergelijke? En of ze aansluiten bij jouw beeld? Nee, niet per se. Ik kies gewoon wat het fijnste werkt. Nee, maar goed, dan zit ik dus op een ander level dan jullie. Ik leer nu alweer heel erg van... Nee, maar dat is ook hoe je moet spelen, ja. Denk ik. Want weet je, zolang jij niet gedwongen wordt om bepaalde combinaties uit te zoeken... Ja. Ja, waarom zou je het doen? Want er gaat echt heel veel tijd in zitten. Nee, gewoon, weet je, je gaat die wereld in, kom je niet verder. Oké, dan ga je uitzoeken wat er mis is met jouw beeld... of hoe je dat beter kan maken om in ieder geval die uitdaging aan te gaan. En ik vind dat ze dat tof doen doordat je inderdaad veilig kunt refunden. Dus op een gegeven moment heb je het idee van fucking hell, ik heb nu 30... Je hebt dan 30 punten voor je abilities. Het werkt gewoon niet. Dan refund je gewoon, weet ik veel, 10.000 gold. En dan ga je weer overnieuw beginnen. Dat vind ik het toffe eraan. Op het moment als dat niet zo was, dat je echt vast zit aan iets, ja, dat zou ik een stuk minder vinden. Want ja, bijvoorbeeld deze Whirl, Twirl, die heb ik heel lang gebruikt. Op een gegeven moment had ik het idee van, daar kom ik gewoon te weinig mee. Ik gebruik bijvoorbeeld de Stomp, vind ik heel erg fijn. Dus dan num je iedereen eventjes om dan vervolgens een zware klapper eroverheen te geven. op een gegeven moment, helemaal aan het end, dus feitelijk door die abilities te unlocken, ga je die rode streep, die gaat steeds verder naar beneden in dat abilities menu. En aan het end kun je de zwaarste abilities kiezen, in ieder geval bij de Barbarian. En één daarvan is dat je 6 seconden 3 companions oproept. Ja. En dat helpt mij enorm. Sinds ik dat heb, kom ik een stuk makkelijk bij. Want dan ga ik gewoon in het midden staan. Ik moet dan, het duurt wel 45 seconden, dus ik moet in leven blijven. Ga ik in het midden staan, laat ik iedereen afkomen. Hop, gooi ik die erin en dan hak ik iedereen kapot. En ik vind dat zo satisfying. Ja. Dus daarbij heb je vanaf level 50 ook nog de Paragons. Dat zijn ook weer van die kleine dingetjes. 5% strength, 5% dexterity, meer. Ja. En dat stapelt zich ook allemaal op. En op een gegeven moment kun je echt gewoon shit gaan stacken, weet je wel. Maar de vraag is dus... jij bent bij het eind of voorbij het eind? De story is uitgespeeld. Ja, nou, ik ben daar bijna. Ik weet niet waar jij bent, ook. Ja, dan wordt de vraag... Je kunt tot level 100 maxen. Ik weet dat de DLC, dus de eerste uitbreiding... die komt er al deze zomer aan. Verhaaltechnisch, maar wat ga ik nu doen? Ga ik doorspelen? Gaat dat leuk genoeg blijven om door te grinden? Want... Er zijn genoeg dingen. Er is nog zoveel wat ik niet heb gedaan. Zoveel dungeons die aansluiten bij mijn beeld. Want sommige dungeons die zijn bijvoorbeeld rogue only. Waar je een bepaald item kunt krijgen of een bepaalde ability. Yeah. Weet je wel. Die nog beter mijn beeld aanvullen. Daarnaast heb je van die world bosses. Yeah. Je hebt public events, special events. Er is eigenlijk continu wel wat te doen. En of je dat nou solo doet of met teammaatjes. Ja, voor de een is het... Ik hou wel van die grind, weet je wel. Mm-hmm. Maar staat hij me soms ook wel een beetje tegen. Maar er zijn ook heel veel mensen... Ja, die hebben die story dan uitgespeeld. En die hebben niet zoiets van... Ja, ik voel me nu geroepen om nog de rest van die wereld helemaal te aanlokken. Ja, ik ben zo een, hoor. Ja, ik ga hem niet verder spelen. Nee? Niet omdat het niet cool is, maar... Je hebt in je leven maar x aantal uren per dag. Mm-hmm. En wanneer je al aan de slag bent met een Destiny 2 bijvoorbeeld. Of een Final Fantasy 14. Wat bij mij op dit moment de twee live service games zijn die ik speel. Ja, dan moet je gewoon keuzes gaan maken. Ja. Want weet je, we worden dit jaar doodgegooid met hele vette games. Final Fantasy 16 noemde je eigenlijk net ook al. Weet je, ik ga er zoveel uren in kwijt. Nee, dit was mijn eerste Diablo. Ik vond het super vet. En enorm sfeervol. Het ziet er prachtig uit. Enorm goed sound design ook nog eens. Die cinematics zijn van een compleet belachelijk niveau. Staat wel een beetje hard nu, hè, deze. Ja, okay. Maar het ding daarbij is van... Ja, echt die endgame waarbij je echt gaat grinden... en de hele tijd maar voor net iets betere stats qua items. Ja, dat gaat er voor mij niet deze zijn. Maar wellicht als er weer een hele toffe story DLC komt... dat ik weer aansluit, hoor. Ik moet zeggen, bij mij wel. Ik begin nu echt een beetje... nu dat ik level 50 voorbij ben... en de echte grind die nu eigenlijk pas gaat beginnen... nu ik de story uit heb gespeeld. Ik merk wel dat ik de eerste 20, 30 uur... keek ik ook heel weinig, net als JJNB... naar de extra abilities die de legendaries met zich meebracht en zo. Maar zeker nu dat mijn beeld al redelijk compleet is... en ik niet meer continu nieuwe wapens hoef aan te... hoef te plaatsen, te vervangen... en de armor niet steeds hoef te vervangen. Dat gaat op een gegeven moment steeds trager. Maar
ik merk wel dat ik nu daarom steeds meer gewoon op zoek ben naar die perfect, die god role, weet je wel. En wat sluit het beste aan bij mijn abilities? Hoe kan ik die het beste doorontwikkelen? Ja, dat doet deze game wel goed, hoor. En dat is, nogmaals, dat is zeker niet voor iedereen. Heel veel mensen die hebben dus zoiets van, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Het is met tedious, het duurt me allemaal veel te lang. Hard werken voor een beetje, want ja, de kans dat je gewoon echt iets krijgt waarmee je alsmaar beter wordt, die is niet zo heel groot. Maar, ja, maar dat is de payoff van deze game. Dat is waar mensen dat spelen. En wanneer ze hem dan wel hebben, hebben ze die eeuwige bragging rights. Ja. En dat is wel wat er een beetje bij hoort natuurlijk. Ja. Ja, ik zit een beetje in het midden. Want ik weet namelijk niet wat er gebeurt als die DLC komt. Of stel je maxt hem tot 100. Soms zeggen ze ook op een gegeven moment, oké, je hele beeld gaat weg. Je gaat gewoon weer overnieuw beginnen, weet je wel. Ik bedoel, dat is toch het ding met die seasons. Dan dien je weer een andere class te kiezen. Ja, precies. En dat houdt mij wel een beetje tegen. Van waar doe ik het dan voor? Want bijvoorbeeld, het hele land nog een keer rondlopen vind ik niet zo interessant. Alhoewel, het is procedural generated, maar op zich, het zijn dezelfde per omgeving, zijn hetzelfde type vijanden. Ik vind die... En ook archetype omgevingen. Je hebt de woestijn, je hebt ijs, je hebt steppen, je hebt moeras. Dus de verrassing is een beetje weg. Ik vind die dungeons vind ik wel... Je hebt feitelijk die kleine, ik noem het dan een laptopje, zie ik staan. Dat is eigenlijk een kamer of zo, dat is vrij snel. Maar die dungeons... Ja, als dat pittig is, ben je daar zo 15 tot 20 minuten mee bezig. Ja. Die vind ik wel heel erg tof om te doen. Volgens mij komen die af en toe, zitten die vast in de map of komen die af en toe, poppen die op of niet? Dungeons zijn standaard. Dungeons zijn standaard, ja. Want en zijn er een hoop, hoor. Daarnaast heb je ook nog een soort van gele, die gele cirkels die af en toe oppoppen. Dat, ja, rode, dat zijn special events, public events, world tier bosses. Op een gegeven moment, als je de story hebt uitgespeeld, dan kun je whispers vergaren. Ja. En met die whispers kun je dan weer bij een speciale locatie, ik zal er niet veel over uitweiden, maar die kun je dan ook weer inleveren voor toffe spullen, zeg maar. Ja. Dus je wordt wel bezig gehouden, ook na de story. Ja. Ja, ik denk dat ik dan toch Camp Coast ben. Ik ben trots op het uitspelen van het verhaal dan. Maar ik ben niet zo iemand die kijk mijn fucking beeld is, weet je wel. Ik heb hem helemaal gemaxt en dat soort dingen. Daar heb ik dan toch net even wat minder mee. Ook omdat ik er gewoon blijkbaar dus ook wat minder op let, hoor. Ik bedoel, mijn vind Discord ik iets wat krachtig. Mijn Discord zit vol met die mensen. Ja, nee, dat kan, hoor. Dat weet ik ook. Maar dat is ook het grote verschil. Kijk, als je mensen hebt waarmee je dit gaat spelen, dan help je elkaar ook. En dan ben je samen op zoek naar die beste stuff. Als je solo speler bent, ja, nee, dan begrijp ik ook wel. Nee, exact. En inderdaad, je hebt maar zoveel tijd. Ik bedoel, bij Destiny doe je het wel. Ben je wel heel erg met je beeld bezig en dat soort dingen allemaal. Ja, maar dat is ook al vandaan, hoor. Ik bedoel, maar je kunt niet zoveel games gaan doen. Zeker niet wat Blizzard ook aangeeft van heel veel dingen poppen op. Er komt snel veel nieuwe content erbij. Ja, dat is natuurlijk gewoon het trucje wat ze allemaal willen. Dat je de hele tijd maar geld erin blijft investeren. Monetization zit erin. Zit zeker in. Omheen. Ik heb er gewoon altijd moeite mee wanneer een full price game, weet je, dit soort monetization erin stopt. Want weet je, je kan skins kopen en het is allemaal puur cosmetisch. Maar het is prijzig. Ja, het is greedy as fuck inderdaad. Ja, daar winnen ze geen doekjes omheen, zeg maar. Maar ik vind wel, je kan het volstrekt negeren en dan wordt je spelervaring geen... Je wordt er niet mee doodgegooid wat ik wel had verwacht. Dat valt zeker inderdaad mee. Ik ben ook wel echt iemand die gewoon beter wapen, flikker ik gewoon erin. Doe je dat ook? Of zit je echt zo'n speciale wachtje tot... Want de ene wapen is sneller dan de andere. Ja, maar zodra je dus level 50 een beetje gepasseerd bent... en je gaat die grind in richting de 100... op een gegeven moment heb je wel voor jezelf een beetje wel... Natuurlijk, tenzij er iets anders op je pad komt wat echt veel beter is nog... Maar dan ga je, wat jij hier ook doet, weet je wel, je gaat je armor, je gaat je wapens, je gaat wat meer levelen allemaal. Ja, je steekt die gems erin. Ja. En daar kun je dan vervolgens wel, zeker na richting endgame, kun je daar wat langer mee doen. Ja. Ja, ik steek zeker niet alle effort in, hoor. Want in die dorpjes die overal zijn, ik ga eigenlijk alleen maar naar de smids en naar de smederij. En ik ga naar de
de arms dealer, maar ik ga niet. Je kan craften, je hebt voor die potions kun je maken. Je hebt een soort van die occulte shit die je kan doen. Je kan heel veel dingen doen, dat laat ik allemaal links. Daar heb ik dan net even te weinig geduld voor. Maar ja, dat is het mooie maar van daar die game. Daar haal je wel extra content, ook ja. Extra items uit. En maar het is toch mooi dat iedereen op zijn manier deze game kan spelen en zeker. Toch gewoon tevreden bij het eind kan komen. Zeker. Ik beschouw je ook niet als de mindere, hoor. Nee, wat dat betreft. Ja, maar we hebben hier wel een mooi spectrum uiteindelijk aan Diablo-spelers. Weet je wel, beginner, iemand die het ooit wel heeft gedaan. Nou, jij gaat er al wat dieper in. We hebben Steven die no-lived, weet je wel. Ja, die vindt dat heel raar wat ik doe. Ja, die vindt dat echt heel nee, weird. Maar hij vindt het ook af en toe een beetje raar wat Steven doet. Omgekeerd, weet je. Ik heb daar wel veel respect voor, maar hij speelt het dan non-stop en het moet ook perfect matchen gewoon. Alles moet tot in de puntjes zijn. En ook wil ook alles wil die checken. Dus elke dungeon, alles moet gecheckt worden. Ja, op een gegeven moment, het heeft niks met die kwaliteit te maken. Op een gegeven moment dan is het voor mij gewoon klaar. En dan wacht ik inderdaad tot de DLC is, er een nieuw verhaal en bam, duik ik er gewoon weer in. Dus dat vind ik wel prettig. Ik moet zeggen, dat ik heb in het begin pakte ik wel alle sidequests mee en zo. Maar op een gegeven moment, naarmate de tijd vordert, wordt het lijstje met blauwe missies, de sidequests, die wordt steeds langer. En ja, was ik meer met de main story bezig. Ze zijn ook niet zo heel cool. Om, nee, niet allemaal. Nee. Weet je, nee. Ze hebben weinig mannen. Af en toe een paar toffe dialogue lines of iets dergelijks. Maar de meestal is het gewoon, ga je hier naartoe, pak die shit op. Of kill deze shit en kom weer terug. Kun je even een complimentje aan die soldaten geven en daarheen lopen? Oh, jullie zijn goed bezig. Pong, ja, dat is wel ongeveer het niveau. Ja, dus dat is wel jammer. Maar ja, al met al, het is wel echt... Ja, Blizzard laat hier dan wel weer zien, ondanks dat die monetization en al dat soort dingen erin zit. Maar wel, dat ze de basis is nog steeds wel ijzersterk, hoor. Dit is wel hoe vonden jullie de story trouwens? Ja, dat was oké. Ik vond Lilith best wel een vet character. Kijk, het ding is, ik hing niet aan de lippen van de verhalen vertellen, om het zomaar te zeggen, van begin tot eind. Maar het is zo'n weirde, en vooral ook hoe het in beeld is gebracht, occulte vette shit. Er gebeuren gewoon een aantal hele krankzinnig vette dingen. Ja. Maar ik beleef ook het maar brute dingen. Nee. Ja, maar dat bedoel ik ook inderdaad, ja. Ja, ik ga dan soms ook te veel op in de bezigheid om, en dan word ik om die verhaallijn helemaal... Ik ben niet... het is ook heel veel mensen lezen heel fantasy. Het zit helemaal in die wereld. En ik lees helemaal niet dit soort shit. Dus voor mij... Hier wil ik eventjes nog op inhaken. Kijk, hier had ik echt al moeite met Brawl. Om het in mijn eentje te klaren. Vervolgens komt er iemand bij uit mijn clan. Die is 18 levels hoger. Het is in nog geen 30 seconden geklaard. Weet je wel? Dat geeft aan van hoe groot het verschil is tussen soloen en iemand erbij nemen. Met wie je dan... die een veel hoger level heeft. Nee. Die balans en ik zag ook wel van het blijft natuurlijk ook wel wat meer mainstream dan bijvoorbeeld From Software is daar wat puurder in, zo van dit is het en we gaan er ook geen enkel min of iets moeilijker maken of iets makkelijker maken, terwijl je wel ziet ze hebben nu die grind wat makkelijker gemaakt, weet je ziet gewoon, ze willen zoveel mogelijk spelers binnenhalen en ook het is aardig gelukt, gezien de verkoopaantallen. Absoluut. En die hardcore, ik denk dat ze die redelijk tevreden hebben kunnen houden. Steven zei ook al, ik ga hem één keer doorspelen. En daarna, hij wil ook een keer de... want die gaat er ook in zitten. Dus permadeath mode. Nou, dat no fucking weet dat ik dat ooit ga proberen. Ja, die hardcore shit. Ja. Die hardcore shit, weet je. Dat je helemaal level 50, 100 gaat proberen te worden zonder één keer dood te gaan. Ja, wat even voor duidelijkheid. Inderdaad, als je hem dood bent, ben je hem gewoon kwijt. Ben je alles kwijt, maar niet uit hoeveel uur je erin hebt gestopt. Je bent het kwijt. Je bent alles kwijt. Ik zag een guy die 3 level 95 characters... Ja. Dood. Dat hij met 3 keer met een level 95 character dood ging. Ja, dat is verregaande sadomasochisme. Dat hoeft van mij niet. Maar het is wel die mogelijkheid aan de andere kant. Maar het zit erin. Voor de mensen die dat willen, het zit erin. En daarom inderdaad, wat je zegt, het is ontzettend toegankelijk gemaakt voor nieuwkomers, zoals ik. Maar er valt ook genoeg echt hardcore shit uit te halen voor mensen die echt willen no-lifen hierin. En ik vind dat ze dat knap gedaan hebben. Nou, het verhaal is misschien niet heel erg bijzonder, maar ik vind het meer een gameplay game. Waarbij het verhaal een excuus is om gewoon lekker verder te gaan van de ene plek naar de andere plek. Nou, wat ik ze ook heel erg voor prijs is dat je hebt al die verschillende omgevingen en de diversiteit van vijanden en de aanvallen die ze hebben, van beren tot spinnen tot
muggen, tot weet ik allemaal wat je hebt. Dat vind ik wel knap, hoor. Want heel Spirits vaak bij, ook. Ja, precies. Heel vaak bij die games zie je toch wel dat op een gegeven moment dat je te veel hetzelfde hebt. Ubisoft is er helemaal goed. Die open wereld, die op een gegeven moment heb je alle type vijanden wel gehad. Eentje met een machine gun, eentje met een bazooka en eentje met gewone geweer. Elke keer bij elke nieuwe omgeving, nieuwe vijanden. Oh, fuck. Is mijn beeld wel goed? Hoe moet ik hier aanvallen? En dat soort dingen. En dat houdt voor mij die game levend. Op het moment als ik dat allemaal heb gedaan, ja, dan weet ik het allemaal wel. En dan is voor mij een beetje de verrassing ervan af. En heb ik te weinig zin om dan die grind puur voor een betere beeld aan te gaan. Maar goed, dat is persoonlijk. Ja, ik denk dat we daarmee wel alles over gezegd hebben. Niemand van... Want je kan ook PvP hierin gaan, of niet, hè? Dat is er al wel, maar... Ik doe dat niet. Ja, nee, ik ook nog niet. Ik wil eerst mijn beeld nog echt, ja, okay, echt verder uitbouwen. Ik heb al een aantal mensen in mijn clan die inmiddels de level 100 aangetikt hebben. Dus ja, die kun je wel om een boodschap sturen. Maar ja, nee, de PvE, PvP, het zit er allemaal in. De events, de Whisper gerelateerde events. Er is veel te doen. Ja. En ja, het is geheel aan jou als persoon zelf van hoe diep, hoe groot is jouw bereidheid om echt die grind aan te willen gaan. En ja, ja, als dat in je aard zit, dan is Diablo 4 zeker een game voor je. Ben jij meer een persoon die story gericht is, ja, dan ben je na een uurtje of wat zal het zijn, 30 of zo, 40, ja, hooguit, kun je wel klaar zijn. En ja, ik ken ook mensen die de story hebben doorgespeeld en hem vervolgens weer verkocht hebben, weet je wel. Omdat ze toch opzagen tegen die hele grind van, mm-hmm, ja, wat doe ik het eigenlijk voor? En nee, dat begrijp ik ook wel. Dat kan allemaal. Goed, de game is inmiddels uit. Ik kan ook je wel vertellen dat de problemen met de servers die er allemaal geweest zijn in het begin, die zijn wat mij betreft volledig weg. Want als ik hem nu opstart, zit ik er ook binnen no time in. Ik heb echt nog nooit echt. Nee, nou ja, had, precies. Binnenkort, ik denk ergens in de zomer, ik denk augustus, misschien september, gaat dan ook alweer DLC uitkomen. Wie weet ook wel eerder. Diablo 4 dus, wat ons betreft toch echt wel een knap staaltje werk van Blizzard.